gast horen. Goedendag, hi. Vincent van Nederland Prof. Hi, Charlotte. Charlotte. Ja, van Leak. Ik heb van Ed vernomen dat jij barista bent. Ja, klopt. Dus je bent afgestudeerd in de koffiewetenschappen. Zo ongeveer, ja. Dat komt wel een beetje in die richting. Zeg, ja. We staan heel gezellig op Delftse Veert en ja. Ik heb heel veel mensen heb ik koffie zien drinken. Wat is nou de meest gewenste koffie vanavond? Ja, ik denk toch wel de cappuccino. De cappuccino? Ja, daar ben ik ook een liefhebber van. Ja. Ja, en hoe maak je nou bijvoorbeeld een cappuccino? Nou, een cappuccino is heel erg belangrijk dat je begint met de basis. En een goede basis is dan toch wel de espresso. Ja. En daarbij... espresso is eigenlijk dat wat je altijd heel erg een laagje maar krijgt. Dat is een hele sterke koffie, toch? Ja, is niet meer dan 30 milliliter. Maar hetgene wat van een cappuccino nou zo heel erg belangrijk is, is de melk die toegevoegd wordt. He, je kan kiezen uit verschillende soorten melk, van halfvolle melk tot volle melk, zeg maar. En de manier waarop je deze dan opschuimt en opklopt en dan toevoegt aan het koffieproduct, maakt juist de perfecte cappuccino. En kan je dan ook nog de smaak beïnvloeden door middel van een grove of een snelle maling? Nee, een maling, dat is heel erg belangrijk voor het product wat je wil zetten. Voor espresso gebruik je een hele andere maling dan voor koffie. Je moet het maar sowieso een beetje zo zien. Koffie en espresso moet je eigenlijk in dezelfde tijd zetten. Dus denk aan tussen de 20 en 30 seconden. 20 is het minimum, 30 is de max. Laten we even van 25 uitgaan. Dus zowel koffie als espresso zet je in die 25 seconden. Nou moet je dus ergens een verschil in maken. Want vergelijk het maar een beetje met een zak kiezelsteen en een zak zand. Een zak kiezelsteen is dan de koffiemaling en een zak zand is dan de espresso maling. Nou, je houdt er een bakje water boven. Waar loopt het nou als eerste doorheen? Door de grove. Ja, en dat is dan koffie. Want je gebruikt eigenlijk... Heb je dan minder smaak van de koffie? Nee, je voegt meer water toe. Maar doordat je de boon dus grover maalt, loopt het er sneller doorheen. En krijg je dus verhoudingsgewijs een vollere kop. Ja. En bij espresso heb je dus minder water. Omdat het fijn is gemaald, duurt het langer doordat het doorheen is gelopen. En krijg je dus ook hele andere smaakextracties. Nou Charlotte, ik wil jou ontzettend bedanken voor deze powerful workshop. Graag gedaan. Thank you, hartstikke goed. Vond het heel erg leuk. Ja, en dan ga ik jou even een paar tips geven over hoe je thuis de perfecte kop cappuccino kan zetten. Als je tenminste deze mooie apparatuur niet hebt. En dat gaat Ed vertellen. Kom mee. Wat ik aan het doen ben, is eigenlijk 8-7 minuutjes heel luchtig kloppen. En belangrijk is om een vette melk te gebruiken, want daar wordt hij heel luchtig van. Hey Vincent, heb jij de koffie? Kijk eens, espresso voor de cappuccino. Je ziet nou eigenlijk heel belangrijk is de achtjes draaien. Achtjes draaien en dat hij eigenlijk een beetje lobbig wordt. Lobbig, dat je eigenlijk een puntje erin ziet. Ja, ja. En dan is het eigenlijk een kwestie van de schuim. Kijk eens eventjes. Godverdraaid nog eens natuurlijk. En dit kan ik thuis ook, denk ik. Dit kan iedereen thuis. Als je gewoon goed luistert, goed kloppen, goed met de melk. Ja, ja, hij ruikt ook anders, moet je ruiken. Ja. Hij is lekker, hè? Is heel heerlijk, makkelijk thuis te maken. Van de Houtskool Grill. Is dat goed? Heerlijk. Ideaal. Ja. Royal Dutch. Heerlijk.